In deze vlog ga ik het hebben met jou over hoe maak je nou uiteindelijk een gratis e-book. Om een weggever te maken, om e-mailadressen te verzamelen, is het handig dat je een weggever maakt. Nou, dat kan een checklist zijn, dat kan een e-book zijn. En dat is in ieder geval informatie vaak die een klant kan lezen. Nou, daar ga ik meer over vertellen in deze video. Vind je dit een leuke video? Doe even een duimpje. Ga natuurlijk abonneren op ons videokanaal. Elke donderdag komt er een nieuwe video. En druk gelijk op het belletje, want dan weet je dat er een nieuwe video binnen is. Nou, we gaan starten en ik ga je meer vertellen. Hoe ga je nou die gratis weggever, dat e-book, maken? Want daar is natuurlijk wel een opbouw voor. Belangrijk is dat je start natuurlijk met een goed onderwerp. Bedenk even, wat is het probleem van jouw klant? Waar loopt hij tegenaan? Al heb je een product of een dienst, dat maakt niet uit. Waar loopt jouw klant nou tegenaan? Wat zou die nou echt opgelost willen zien? Over dat onderwerp maak je een e-book. Zorg ervoor dus dat het product wat je verkoopt of de dienst die je verkoopt, dat het e-book daar naadloos bij aansluit. Doe je dat niet, dan is er geen relevantie en begrijpt eigenlijk de klant niet wat je wil met zo'n e-book. Nou, het e-book voor onszelf is uiteindelijk om natuurlijk een e-maillijst te vullen en in contact te komen met onze klanten. Zodat we natuurlijk veel meer klanten op onze lijst krijgen. De money is in the list. Wil je meer weten over hoe je je e-maillijst opbouwt? Kijk dan naar de andere video. Met die link zullen we hier even beneden delen. Als je dat e-book gaat maken, dan zorg je ervoor dat het onderwerp superbelangrijk is en dat je daar de juiste, het juiste linkje, het juiste haakje voor kiest. Zodat jouw klant zich ook aangesproken voelt. Vertel in het e-book grove tips hoe ze met zo'n onderwerp kunnen omgaan. Je vertelt natuurlijk niet tot in detail, want uiteindelijk wil je ze natuurlijk als klant binnenkrijgen. Maar de grove lijnen. Vaak is er per klant ook natuurlijk een andere oplossing en is het gepersonificeerd. Dus dat kan je natuurlijk ook aangeven in je e-book. Als je dan een goed onderwerp hebt waar je over gaat schrijven, dan ga je stap 2 letterlijk schrijven. En daar gaat het bij veel mensen fout. Want ze weten niet hoe ze een letter op papier krijgen of hoe ze moeten schrijven. Nou, hoe ga je dat nou oplossen? Ik zou zeggen, start altijd met een dump. Een dump van allerlei informatie die je over het onderwerp hebt. Ga gewoon schrijven. Ga gewoon letterlijk opschrijven. Dat is belangrijk, dat is belangrijk, dat is belangrijk. Dit wil ik zeker vertellen. En uiteindelijk krijg je zo best wel een aantal regels met informatie. Om er dan een duidelijk beeld en duidelijk verhaal in te maken, zou ik je adviseren, kijk zelf hoe jij van A naar B naar C bent gekomen. Zodat er een logische opbouw komt van dat verhaal. En maar als je het moeilijk vindt om te gaan schrijven, zeg ik, ga gewoon met een pen en papier een pen pakken en ga schrijven. Je mag uiteindelijk niet je pen van het papier afhalen. Geef jezelf 10 minuten en kijk eens wat er dan gebeurt. Vaak staat er dan al best wat aardigs op papier. Dus laat je niet ontmoedigen dat je een blackout krijgt. Ga gewoon schrijven. En doe dat dan echt letterlijk in het creatieve proces met een pen en papier. En ga niet altijd direct, of ga niet met je laptop of met je telefoon aan de slag. Maar zorg ervoor dat je in de creatie komt. En dat is vaak natuurlijk gewoon echt met pen en papier. Kan jij natuurlijk wel direct schrijven? Dan doe je dat natuurlijk wel direct in je laptop. Want dan is het direct klaar en hoef je het niet meer over te tikken. Maar voor de mensen die het wel heel spannend vinden, begin gewoon lekker op de ouderwetse manier. En dan tip 3, dan gaan we het e-book of het boek gaan we opmaken. Je kan met een speciaal programma werken, je kan met Photoshop werken natuurlijk, je kan met InDesign werken. Het zijn allemaal goede programma's. Zelf werken wij met Canva. In Canva staan namelijk allemaal al voorbeelden hoe je bijvoorbeeld dat e-book kan maken of hoe je die checklist kan maken. En hoeven we dus minder veel aan die aan het design te doen. Je wil natuurlijk niet dat je constant bezig bent met de kleine details. Er staan
honderden leuke voorbeelden die jij van kleur, van vorm kan veranderen. En Canva is voor ons het uitgelezen programma om dit soort dingen in te doen. Wij zijn met een weggever vaak niet langer bezig dan een uur schrijven en een half uur uiteindelijk aan het design zitten. Daarmee kan je dus constant ook nieuwe weggevers maken, nieuwe e-books maken en je klanten blijven verrassen. Wil je meer weten over Canva? Dan kan je even hier op de link drukken en dan kan je onze Canva video als bonus aanvragen. Stap 4 van het e-book. Als het e-book uiteindelijk dan klaar is, je hebt er een PDF van gemaakt, dan is het belangrijk dat je hem gaat uploaden op je website. Want uiteindelijk wil je hem weggeven aan je klanten, wil je het aan je andere mensen laten zien. Nou, uiteindelijk maken we het e-book natuurlijk om te ruilen tegen een e-mailadres. Dus daarom is het zo belangrijk dat je natuurlijk de weggever het e-book op je website gaat zetten. Ik adviseer je altijd het om op de homepagina te maken, zodat men direct ziet dat je kennis hebt en dat je die kennis wil weggeven. Dus zorg ervoor dat het op een zichtbare plaats staat en dat mensen direct getriggerd worden om uiteindelijk met jouw informatie aan de slag te gaan. En dan hebben we de volgende fase. Als jouw e-mail of als jouw e-book op uiteindelijk de achterkant van je website staat en je wil hem aan de voorkant plaatsen en je wil dat e-mailadres krijgen, heb je het te koppelen aan jouw e-mail marketing systeem. Dat kan zijn MailBlue, dat kan zijn MailChimp. Zelf adviseren wij om met MailBlue aan de slag te gaan, omdat je daar veel meer gespecialiseerde tags hebt om uiteindelijk die klant te benaderen. Je kan echt per heel klein onderdeel een klant een tag geven en daardoor heel gespecialiseerde informatie naar die klant brengen. Dat kan met MailChimp niet. Groot probleem voor heel veel mensen is dat MailChimp tot 2000 mensen gratis is en MailBlue niet. En dat is niet voor niks, omdat MailBlue natuurlijk een hele andere manier van werken heeft, maar ook veel beter vinden wij in het gespecificeerd afleveren van informatie. Dus ga kijken wat bij jou het beste past en kijk niet alleen maar naar de kosten, maar zorg ervoor dat je ook nadenkt dat als je iemand in je e-maillijst krijgt, dat je uiteindelijk die klant daarna ook iets zou kunnen verkopen en uiteindelijk dus de kosten van MailBlue zijn opgelost. En dan staat het e-book in je e-mail funnel, op je website. Mensen kunnen daar zich voor inschrijven. En jij denkt, nou, hij gaat gedownload worden. Nou, dat is dus ook vaak nog niet zoveel waar, want uiteindelijk is die nog niet zichtbaar. En daar gaan veel mensen de fout in. En wij willen je dan ook adviseren om van je weggever een Facebook-ad of een Instagram-ad te maken. Je kan ook een Google-ad maken natuurlijk, maar makkelijker is het om er een Facebook-ad van te maken, omdat je dan heel gespecificeerd weer op je doelgroep kan targeten. En uiteindelijk kan je met je Facebook-pixel ook een LAL aanmaken, oftewel een lookalike doelgroep. Die lookalike doelgroep lijkt dus op die lijkt dus op klanten die al op jouw website zijn geweest. Het pixel houdt ook bij wie op jouw website is geweest. En daarmee kan je dus nieuwe koude klanten gaan aanboren. En die koude klanten kan je dus warm laten worden voor het e-book. En daarmee uiteindelijk kan jij het e-mailadres op jouw e-maillijst krijgen. Zodat je weer meer mensen hebt waar je mee kan communiceren. En waar je meer mensen hebt waar jij het uiteindelijk de dienst of het product aan kan verkopen. Ja. Vind je dit nou super spannend allemaal? Denk je, my god, hoe doe ik dat? Hieronder staat een link. En dan kan je mailen met ons, daisy@masteryourbusinessmoves.nl of francina@masteryourbusinessmoves.nl. En dan kunnen we kijken wat we voor jou kunnen betekenen als je er zelf niet uitkomt. Kom je er wel zelf uit, dan vind ik het super tof als je ons even laat weten of je hier wat aan had. Geef even een duimpje, abonneer op ons kanaal en druk op het belletje, zodat je weet dat er elke donderdag weer een nieuwe video in jouw e-mailbox komt. Tot later!